We gaan hier verder praten over de effecten, de maatschappelijke effecten van het coronavirus. Het was natuurlijk een jaar waarin het virus ons telkens wist te verrassen. Wetenschappers, politici, journalisten, burgers, allemaal hadden we te maken met onzekerheid en moesten we onze verwachtingen regelmatig bijstellen. Hoe weerbaar zijn we als maatschappij en wat heeft een jaar onzekerheid gedaan met ons vertrouwen in de politiek, in de media en in de wetenschap? Daar ga ik het over hebben met Volkskrant-journalist Maarten Keulemans en hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Utrecht, Kees van der Bos. Wederom even in de archieven gedoken, Maarten. Een stuk van 31 januari dat jij opende met: het Songfestival is afgezegd. De straten zijn leeg, de ziekenhuizen vol. Hectische toestanden, patiënten op de gangen, noodbedden in sportzalen. Piepend en knarsend komt het openbare leven tot stilstand als de minuscule virusdeeltjes zich als zand tot in de kleinste radertjes van de maatschappij verspreiden. De uitbraak houdt maanden aan en eist duizenden levens. Dat is de openingsalinea van een stuk dat jij op 31 januari 2020 publiceerde in de Volkskrant met de titel De Vraag: hoe erg wordt het met dat coronavirus? Je schetst er ook een ander scenario dat het allemaal wel mee zou vallen. Wat dacht jij toen zelf? Ik dacht, gek genoeg, was de conclusie van het artikel was wel uiteindelijk alles overwegende, dacht ik dat het mee zou vallen. Omdat eigenlijk de ervaring met andere virussen is ook wel dat op het moment dat je het voor het eerst hoort, dan heeft het een bepaalde dodelijkheid. En dat was, op dat moment was het 1% of 5-6 dodelijk. Toen we het hoorden in China. Maar de ervaring leert ook dat als zo'n virus dan onze kant op komt, dan blijkt het mee te vallen. Er blijken meer gevallen te zijn van de ziekte die onopgemerkt zijn. Artsen krijgen meer ervaring met hoe je het mee om moet gaan. Gaan het eerder opmerken. En dan gaat die dodelijkheid gaat naar beneden. Dus ik dacht van, nou ja, het is eigenlijk helemaal niet zo'n dodelijk virus. Dus het zal meevallen. Maar wat ik vergat, was dat die mensen die niet doodgaan, die gaan natuurlijk naar het ziekenhuis. En dat was, dat was een beetje de misvatting. Ja, want wanneer moest jij je beeld bijstellen? Nou, ik denk toch wel heel snel daarna, toen het in Italië opdook. Toen was het eigenlijk al duidelijk dat het echt heel erg ontregelend is. En, was dat ook het moment dat de krant zelf dacht van oké, nu is het belangrijk? Gek genoeg wel. Ik was eigenlijk wel, ik kan me nog vrij goed herinneren, ik was volgens mij de allereerste in Nederland die erover begon te schrijven. En al vrij snel had ik zoiets van, ik heb het allereerste wat ik deed in de wetenschapsjournalistiek was schrijven over het SARS-virus in 2002, 2003, voor de NOS toen nog. En ik wist toen nog van, nou wacht eventjes, SARS, dat stond echt op mijn netvlies van, dat is een hele lullige, gevaarlijke ziekte. En op het moment dat dit opdook, ik weet nog vrij goed dat ik op een gegeven moment besefte van, wacht eventjes, dit is wel in Wuhan, wat gewoon echt een centrum is, verbonden met de hele wereld. Wacht eventjes, dit kon wel eens problemen gaan geven. Dat heb ik toen. Ik ben toen ook vrij snel naar mijn chef toe gegaan van, jongens, we moeten een live blog starten. Ja. Ik vond het toen allemaal niet zo nodig. maar dat is toch anders gelopen. Ja, sindsdien heb je het virus op de voet gevolgd. Hè. We zouden je wel de corona-chroniqueur van Nederland kunnen noemen. Heeft het virus je verrast? Ja, toch wel. Absoluut. Ja, zoals alle mensen denk je in het begin toch van, nou ja, dit is SARS-achtig. Misschien blijft het wel daar, misschien valt het wel mee. En uiteindelijk dat het zo'n enorme disruptie zou geven van de hele samenleving, dat heeft me toch echt wel verrast. En bijvoorbeeld, nou ja, heel simpel, toen wij de afspraak maakten om hier in dit Studium Generale te zitten, ik had toen nog echt een beeld voor me, net als de hele organisatie, van we zitten hier met een zaal vol met mensen, het wordt hartstikke gezellig. Ja. En de zorgen zijn dan voorbij. Ja. Ja, dat pakt toch alles uit. Het is toch veel hardnekkiger dan je eigenlijk beseft. Ja, je moet dus ook telkens een beeld bijstellen. En ook nu, hè, want ik ben nu toevallig net bezig met het kijken naar de modellen van het RIVM over die derde golf die dan komt, de Britse variant. En ja, het gekke is, mijn eerste indruk is van, nou ja, zo'n derde golf, dat zal toch wel meevallen. Dat we zijn toch allemaal aan het inenten, dit komt toch wel goed. Maar ik ben dus die modellen ben ik aan het nalopen, aan het controleren. En dan zie je eigenlijk van, wacht eventjes, de manier waarop de besmettingen zich aan het ophopen zijn, de manier waarop de ziekenhuizen weer langzaam aan het toenemen zijn, dat komt akelig overeen met die modellen. En ja, ik zeg dus geen nee dat er geen derde golf komt of zo. Dat is. Ik ben wel een beetje gescheiden geworden. Alsof je bijna als een wetenschapper te werk gaat. Je gaat de modellen checken, kijken of ze kloppen. Ben je zelf toch een beetje wetenschapper geworden in het afgelopen jaar? Nee, absoluut niet. Kijk, ik ben maar doorgeefluik. Ik ben uiteindelijk natuurlijk maar de man met het notitieblokje die opschrijft wat Marjon Koopmans en Cecile van Els zeggen. En dat doe ik naar eer en geweten. En ik
denk wel dat wij als journalisten ook wel heel erg de controlerende taak hebben. Ik probeer bijvoorbeeld bij alles wat ik schrijf ook wel echt eventjes te kijken van wacht eventjes, dit is dan wat het RIVM ervan vindt. Maar zijn er ook nog andere wetenschappers die niet aan het RIVM zijn verbonden die er een heel andere kijk op nahouden? Ja. Weer de vakliteratuur bij te houden, kijken van zijn er nog nieuwe ideeën die rondgaan. Ja, ja weet je wel, dat vind ik wel erg belangrijk. En ook dit soort dingen van ja, het RIVM voorspelt een derde golf. Op een of andere manier is hij er nog niet. Hoe zit dat nou? En dat ga ik dat wel uitzoeken. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, want hoe selecteer je bronnen? Want je hebt natuurlijk Marion Koopmans, Cecile van Els, die kent iedereen. Maar je zegt ook, misschien zijn er mensen buiten die groepen bekende wetenschappers die ook een bepaalde visie hebben die heel erg belangrijk kan zijn. Hoe kom je daarachter? En hoe zorg je ervoor dat je niet al te gemakkelijk die bekende namen die natuurlijk fantastisch wetenschappelijk werk doen, volgt? Ja, dat is heel moeilijk, want ik krijg ook echt dagelijks allemaal mailtjes van heb je dit filmpje op YouTube gezien en heb je die expert dit zien zeggen op LinkedIn? En het zijn dan vaak, ja, met in alle eerlijkheid toch niet, weet je wel, topwetenschappers. Het zijn vaak wetenschappers die er ook wat van vinden, zal ik maar zeggen. Mensen die in de marge van de wetenschap werken, mensen die ooit gepromoveerd zijn, maar een heel andere functie zijn gaan doen. Ja. Ik heb altijd mijn lezer voor ogen. Ik denk van ja, de lezer van de Volkskrant willen gewoon weten wat gebeurt er in het land, wat gebeurt er in de wereld, wat gebeurt er met het virus. En het is dan wel, dan moet je wel kijken van wie je daarvoor aan het woord gaat laten. En ik probeer me toch wel een beetje op de mensen met verstand van zaken te richten. Ja, maar je hebt wel een bepaalde macht natuurlijk, want je geeft bepaalde mensen het podium en anderen misschien niet. Ja. Dat is altijd een hele moeilijke afweging. Ja, er was op een gegeven moment natuurlijk kritiek op het kabinet, op het OMT. Maar op een gegeven moment kwam er ook kritiek op de journalistiek. Die zou te volgzaam zijn. Dat is misschien wel grappig. In de aanloop naar deze avond kregen wij ook een interessante reactie van een bezoeker. En die schreef, als je dan toch een debat organiseert over het coronabeleid, zet dan mensen tegenover elkaar die het echt met elkaar oneens zijn. Keulemans, Koopmans, RIVM, deze line-up is een a cappella koor van brave Rutte-volgers. Gemiste kans. Ja, het grappige is, kijk, weet je, dat is inderdaad een geluid dat we vaak horen. Je moet beseffen, in een pandemie is altijd de boodschapper degene die het niet goed doet. Die krijgt altijd de schuld van alle narigheid. En wij zijn de doorgeefluik van het RIVM. En Marion Koopmans zit in het complot. Dat is natuurlijk al snel het geluid wat je hoort. Intussen is het zo, er is wel degelijk heel veel oneenigheid in de wetenschap. Ik ben het ook lang niet met, Marion Koopmans, om daar maar even over te hebben. Ze zit daar nog. Daar ben ik ook op allerlei fronten volkomen mee oneens. Maar dat soort oneenigheden die blijven dan toch een beetje onderbelicht. Omdat je, dit soort mensen die willen heel graag het debat zien tussen Maurice de Hond en de gevestigde orde. Ja. Het wordt er heel snel zoiets van de gevestigde orde is slecht, want die hebben de maatregelen veroorzaakt. En die zitten in het, die spelen onder één hoedje met elkaar. Daar worden wij dan ook toe in die perceptie. En aan de andere kant heb je de buitenstaanders die het allemaal heel goed snappen en de juiste vragen stellen. Ja, dus ja, die dichotomie, daar probeer ik wel een beetje aan te ontsnappen. Want ik denk dat je in die wetenschap, dat je daar ook volkomen interessante debatten hebt. Ja, weet je wel, hoe ver moet je gaan met maatregelen? Wel of niet vaccineren? Wat voor vaccin zet je in? Vandaag het debat, moet je wel of niet stoppen met AstraZeneca-vaccin op het moment dat er bijwerkingen aan het licht komen? Ja. Dat zijn hele relevante, belangrijke debatten die gewoon door wetenschappers moeten worden gevoerd. Ja. Niet door de antivaxxer tegenover de voorstander van vaccinatie. Maar het is ook niet zo dat wij daar als burgers dan meer over moeten weten, over die oneenigheden. Want ik wist bijvoorbeeld ook niet dat er heel veel oneenigheid, of heel veel, dat er ook oneenigheid bestond binnen het OMT. Daar hoor je dan niet zoveel over. Ah, maar op het moment dat het echt begon te gisten in het OMT, toen was wel de Volkskrant de krant die dat meteen opschreef. En dat komt dan wel omdat je dan gewoon ook de contacten hebt binnen het OMT. Er was een moment waarop het OMT vond dat ze buitenspel werden gezet. Een aantal OMT-leden die voelden zich daar niet heimisch bij. Jaap van Dissel was de hele tijd in het katshuis bezig met het kabinet plannen maken. En daarna kreeg het OMT dat nog eens te horen. Nou ja, dat was de perceptie van een aantal OMT-leden. Nou ja, dat hebben wij toen als eerste eigenlijk opgeschreven. Ja. En ik vind dat is inderdaad wat wij als journalisten horen te doen. Ik noemde natuurlijk al een beetje het wantrouwen. Dat is iets waar jij ook onderzoek naar doet en op let. Wat is jou opgevallen het afgelopen jaar? Wat opgevallen is zeg maar in het begin, in half maart, was de eerste persconferentie. Wat je zag was, wat je helemaal kon voorspellen, mensen waren in lichte verbijstering. Wat gebeurt er nu? Ja. En vervolgens, vrijwel meteen gevolgd door een rally around the flag-achtig proces. Dus dat we met z'n allen
om de autoriteit te gaan staan. In tijden van crisis kijken we allereerst naar wat autoriteiten doen. Nou, de regering nam daar het voortouw in en die deed dat, denk ik, heel slim. Door te zeggen van we schakelen daarbij de relevante wetenschappelijke kennis in van het outbreak management team. Geneeskundige, virologische kennis. Dat voelde allemaal heel logisch. Dat voelde logisch en daar moesten we aan wennen. Dus je moest eerst echt aan wennen, want vrij snel daarna, de eerste week of zo, was het een hele mooie, heel mooi weekend. Toen gingen we met z'n allen naar buiten en toen kregen we te horen, oh nee, dat mag niet. Mag niet. Dus we moesten leren ons eigen belang op te offeren voor het grotere belang. Dus dat was eigenlijk wat we onze eigen pleziertjes moesten we ons ontzeggen. Dat ging bijvoorbeeld in april, mei, ging dat heel goed. Dan gingen we heel veel niet naar het werk. Er werd bijna niet met auto gereisd. Tot ongeveer de zomer, toen was de eerste golf achter de rug. Mensen waren ook vermoeid, die waren er klaar mee. En toen was eigenlijk, we lieten het heel snel los. En dat heeft best wel een tijd geduurd. Toen kon alles weer. En voordat er weer nieuwe maatregelen werden genomen, dat duurde weer een tijd. En toen kreeg je eigenlijk de geest niet meer goed in de fles. Om je eigen belang echt op te offeren voor het groepsbelang. Dat is toen minder goed gelukt bij minder mensen dan in de eerste golf het geval was. En er kwamen ook natuurlijk, wat heel logisch is, wat tegenstrijdigheden in het beleid. We kregen maandenlang te horen, nee, mondkapjes hoeven er niet bijvoorbeeld. En toen opeens, ja nee, dat moet toch wel. Je voelde dat natuurlijk al een beetje aan je water aankomen dat het moest gebeuren. Want heel de wereld deed het, behalve Nederland. Mm-hmm. En België hoorde ik vandaag van een journalist daar. Maar dan krijgen ze iets van, ja, maar wat zegt die overheid nu precies? Wat adviseert dat OMT nou precies aan ons? Mm-hmm. En dan krijg je zo langzamerhand dat er sluimerende scepsis ontstaat. Het wordt natuurlijk ook gevoed op sociale media, waar er allerlei alternatieve geluiden ontstaan. En ik denk ook, toen trad er ook een zekere vermoeidheid in de persconferenties op. Want wat je toch vaak zag, twee mannen in een donkerblauw pak. Die vertelde dat dan, hoe dat zat. Ja, het ziet er mooi uit. Ja, en eigenlijk zou je verwachten dat die persconferenties zouden worden gevolgd door hele toegankelijke, bijvoorbeeld korte videoclips. Voor heel veel mensen toegankelijk. Niet alleen hoogopgeleiden, die inderdaad heel geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke kennis. Maar ook mensen met een lagere of een praktische opleiding. Mensen waarvoor Nederlands niet hun eerste taal is. En dat is wel wat minder. Maar je zegt dus eigenlijk, we hadden die beginperiode, daar gingen we allemaal wel makkelijk mee. We hielden ons wat makkelijker aan de maatregelen en we vertrouwden daar ook op. En in die zomer was een soort gigantische ontlading. En daarna, toen we eigenlijk de broekriem weer moesten aantrekken, is de overheid en het OMT zijn tegenstrijdigheden gaan communiceren, waardoor het moeilijker werd om je eraan te houden. Waardoor de het werd telkens moeilijker. Hè? En er kwamen telkens drastische maatregelen bij. Bijvoorbeeld zo'n avondklok, of dat één persoon maar per dag maar langs mag komen. Ja. Dat zijn natuurlijk hele drastische maatregelen, die ook vaak tussen neus en lippen alvast een beetje werden aangekondigd. Van nou ja, we denken toch wel dat dat allemaal wel strenger moet. Ja. Dat is lastig te volgen voor mensen. Bijvoorbeeld aan het einde van die tweede golf, toen daalden de besmettingen weer. Maar toen kwam de Britse variant, Zuid-Afrikaanse variant, Braziliaanse variant er misschien aan. Of waarschijnlijk aan. En dan moet je toch, ook al nemen dus besmettingen af, moet je toch nog strengere maatregelen aankondigen. Dat is lastig te volgen. En ook, we moeten niet vergeten, deze crisis is heel apart, omdat die ontzettend lang duurt. Onze wilskracht is ook maar eindig. En dat is wel heel uniek geweest. En ik denk dat daar de regering en mensen die de regering helpen wel een voordeel mee kunnen doen. Bijvoorbeeld naar de toekomst toe. We gaan nou best een rare tijd tegemoet van een paar maanden, waarin we weten, er is licht aan het eind van de tunnel. Die vaccins die komen eraan. Mm-hmm. De vaccinatiegraad is best hoog, mensen die dat willen. Maar voorlopig hebben we dat nog lang niet. En we krijgen waarschijnlijk ook nog wel wat tegenslagen. Ook nog wat meer dan we vandaag hebben gehoord. Dan moet je dus nog steeds je eigen belang
opofferen, wegschrijven voor het grotere belang. Ja. En we moeten er nou wel voor zorgen dat als we weer dingen kunnen, dat we er niet één grote langlevende lol-exit krijgen zoals vorig jaar zomer, maar dat we dat echt gecontroleerd met z'n allen doen. Dat vergt naar keurige communicatie. Kees, daar is toch ook het kabinet ontzettend nat in gegaan. Want afgelopen zomer, toen was er op een gegeven moment de sfeer van oké, het is nu voorbij. Het kabinet ging met de Kamer ging met reces. Het kabinet ging op vakantie. Diederik Gommers, Ernst Kuipers zeiden allemaal van oh ja, het gaat fantastisch. Precies. Lijkt me niet een heel juist signaal aan het volk. Want toen moest natuurlijk gewoon het opbouwen gebeuren met de teststraten. Dat is precies wat ik zeg. Alleen jij zegt iets meer direct. Maar ik probeer het iets diplomatieker te verwoorden. Maar dat is precies. En daar ben ik wel bang voor de komende zomer. Dat het weer gebeurt. Dat we denken, nou achter de rug en dan gaan we weer. En dan blijft dat heel. Dan wordt die corona wordt heel endemisch. Hè? Dan blijft het weer terugkeren. Je bent gedragswetenschapper. Wat had je anders gedaan? Nou, ik denk wel. Anders dan die filmpjes die je net noemde. Nou ja, bijvoorbeeld na de persconferentie had je meestal de dag erop dat Jaap van Dissel in de Tweede Kamer uitlegde hoe het zat met de stand van zaken. En die deed dat heel goed. Met hele interessante slides. Maar die keken. Misschien wij drieën hier aan tafel en nog heel veel andere mensen keken dat heel intensief, maar heel veel anderen niet. Die input van die slides, die informatie, die had je moeten gebruiken om dingen heel toegankelijk te communiceren. Hè, bijvoorbeeld is het niet zo dat beter avond uitleggen altijd werkt? Nee, maar het helpt wel om bijvoorbeeld wat je moet doen. Hè, we hadden het eerder voor de pauze hadden we het over complottheorieën. Ja. Wat je moet doen is proberen te voorkomen dat die grote aanwas krijgen. Dus in de preventieve sfeer moet je daaraan werken. En als je dan probeert zo transparant mogelijk uit te leggen van waarom doen we nou bepaalde dingen. Bijvoorbeeld die avondklok. Nou, dat is heel lastig uit te leggen, omdat er altijd in andere landen gecombineerd is geweest met andere maatregelen. Maar er is wel een artikel in Science verschenen waar je die effecten wel uit elkaar probeert statistisch uiteen te rafelen. Nou, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar daar bouwde Van Dissel in zijn Tweede Kamerpresentatie voort. En ik denk dat je dat heel toegankelijk, bijvoorbeeld met expertjournalisten of anderszins uit moet leggen voor verschillende doelgroepen. Waarbij je moet zorgen, niet alleen maar informatie geven, maar ook concrete positieve voorbeelden die mensen goed na kunnen doen. En maak er ook gebruik van rolmodellen, bijvoorbeeld uit de voetballerij of kan mij het schelen, waar mensen zich mee identificeren. Ja. En niet alleen maar mensen die hier nu naar deze hele mooie uitzending kijken, maar ook mensen die gewoon veel meer eenvoudiger of praktisch opgeleide mensen bijvoorbeeld betreft. Ook daar snap ik absoluut niet. Ook daar vind ik eigenlijk dat het kabinet ontzettend nat is gegaan. Want Van Dissel werd echt naar voren geschoven. Van dat is de grote explicateur des vaderlands, die gaat het uitleggen. Maar ja, Van Dissel is een fantastische wetenschapper. En die kan het heel goed technisch uitleggen. Maar het is natuurlijk absoluut geen iemand die mensen weet te binden of die dingen echt voor het voetlicht weet te brengen. Precies, dus die follow-up had je moeten plegen. Het aardige is, vandaag had ik nog contact met een Britse hoogleraar politieke communicatie. Darren Lille, moeilijke naam, van de Universiteit van Bournemouth. Die heeft net onderzoek gedaan, vergelijkend onderzoek naar politieke communicatie in 27 landen. Ja. Welke landen hebben nou hun corona-communicatie het beste gedaan? De winnaar was heel onverwacht. Het waren er twee. Zuid-Korea was een winnaar, want die waren straks gewend, dus die wisten meteen wat ze moesten doen. De andere winnaar was Ghana, notabene. Ja. Ik wist niet eens dat ze coronabeleid voerden, maar Ghana, daar hebben ze een president die meteen het volle verantwoordelijkheid heeft genomen, meteen op tv is gaan verschijnen. Hele duidelijke boodschappen. Hij zei bijvoorbeeld van, een hele bekende uitspraak van hem is van, we weten wel hoe we de economie kunnen fixen, maar we weten nog niet hoe we de doden tot leven kunnen brengen. Nou, dat spreekt mensen gewoon aan en daarmee heeft hij steun gekweekt en dus ook heel veel draagvlak voor de coronamaatregelen. Ja, zo moet het. En, ik snap niet dat het kabinet dat niet heeft gedaan. Nee, en ik denk eigenlijk belangrijker nog, het is heel belangrijk dat we dat gaan doen de komende 6 maanden. Ja. He, dus we kijken nou terug op een jaar corona. Nou, prima, er zijn dingen ook mis ingegaan en nog veel meer dan we hier kunnen benoemen. Maar de komende maanden moet je proberen dat soort fouten van te leren en heel snel proberen te voorkomen. Ja, mensen moeten weer gemotiveerd worden. Ja. Maar is het niet zo dat we gewoon ook als mensen heel moeilijk met onzekerheid om kunnen gaan?
Ja, onzekerheid vinden we ontzettend lastig. Dat vinden we beangstigend, vinden we alarmerend. En we zoeken dan ook heel vaak kortsluiting in ons hoofd. Dus dat we hele eenvoudige regels gaan volgen. Heuristieken en biases vertonen we dan veel meer. Dat kan pro, bijvoorbeeld de regering, de overheidsmaatregelen zijn. Dat we daar goed voor zijn en helemaal geen kritiek willen horen. Dat kan ook zijn dat je daar juist je heel erg van afkeert. En juist gaat wentelen in een soort, maar ik heb het door samen met mijn medegenoot op Twitter. Het zit heel anders en ik zie allerlei andere dingen gebeuren. Ja. Dat geeft ook houvast. Ja. Dus in onzekere tijden gaan mensen op zoek naar houvast. Bijvoorbeeld bij de regering, maar bijvoorbeeld bij alternatieve denkwijzen. Ja. Laten we heel even kijken naar een tabel. Die heb jij laatst op Twitter gezet, Maarten. Dat was wel interessant. Want daaruit bleek dus dat we de maatregelen die het best werken, dat we die het minst goed opvolgen. Ja. Wat gaat daar mis? Een beetje gechargeerd inderdaad, maar heb jij enig idee? Het viel mij op en ik vond het heel vreemd dat juist die hele belangrijke dingen, thuisblijven bij klachten, laat je testen, handen wassen, maar vooral dat laat je testen en zo. Ja. Dat is toch wel duidelijk onderhand, hè? Maar mensen die doen dat niet en toch die mondkapjes, dat vinden mensen fantastisch. Dat willen mensen, dat wil iedereen heel graag. Ja, mondkapje is natuurlijk een hele eenvoudige maatregel die je heel gemakkelijk kan toepassen. Dat doet niet zoveel met je. Je doet zijn dingen op en klaar. Terwijl testen, dan geef je voor jezelf misschien ook al toe dat je misschien mogelijkwijs ziek bent. En dan moet je daar tijd voor vrijmaken om daarheen te gaan. Ik denk dat het hem daar ook een beetje in zit. Dat het af en toe best wel moeilijk is gemaakt van hoe moet je dat dan precies aanvragen, die testen? Hoe moet je dat nou precies regelen? Zo duidelijk was dat niet. Ja, voor mensen die heel vaardig zijn op het internet wel. Maar we hebben bijvoorbeeld in Nederland 3 miljoen mensen die niet op het internet, 3 miljoen volwassen mensen die niet op het internet zitten en daar helemaal geen gebruik van maken. Dus dan wordt het veel lastiger. Ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Maar hoe zou je dat nou doen, Kees? Stel, jij zou het voor het zeggen hebben. Jij hebt doorgeleerd. Hoe zou je dat nou doen? Ik zou het zo concreet mogelijk maken op verschillende media en ook bijvoorbeeld folders in de bus doen. Wat moet je doen? Gewoon een stappenplan. Van je voelt dit en dat, verkouden of wat dan ook. Wat moet u doen? U belt dit telefoonnummer en dan wordt u verder geholpen. En dat ook in verschillende talen verspreiden. En dat soort follow-up acties zijn er eigenlijk niet of nauwelijks geweest. En dat is best wel raar na een jaar. En nogmaals, het zal mij worst zijn wat afgelopen jaar is gebeurd. Niet helemaal waar, maar ik wilde vooral de toekomst naar kijken, de komende maanden. Ja, toch nog even dat wantrouwen. Want dat wantrouwen dat is toch in een aantal gevallen omgeslagen tot radicalisering. Hoe serieus moeten we dat nemen en wat kunnen we dus doen om die mensen weer bij het normale politieke leven te betrekken? Ja, nou, we hebben een uitgebreide studium generale bijeenkomst in juni, waar we met Beatrice de Graaf en anderen precies hierop ingaan. Wat we denk ik moeten doen is het niet onderschatten. De mensen die daarin geloven, die groeien in omvang. En ook de denkbeelden worden telkens radicaler. En wat je denk ik moet realiseren, in tijden van crisis kijken we allemaal naar autoriteiten. En als we daar het idee van krijgen van die functioneren eigenlijk volgens mij niet goed. En je krijgt daar wantrouwen over of te veel scepties. Dan is er een voedingsbodem gecreëerd voor alternatief denken. Mm-hmm. Dat je denkt, en dat is heel lekker. Want dan zeg je, ik weet nou hoe de wereld in elkaar zit. En dus weet ik ook wat ik eraan kan doen. Ik ben daar best wel bezorgd om. En wat doe je dan? Het belangrijkste, het is heel moeilijk om er wat aan te doen. Het belangrijkste wat je eraan kan doen is in preventieve zin. Dus proberen zo transparant mogelijk te communiceren wat je nu doet. Bijvoorbeeld vandaag wordt het AstraZeneca-vaccin, de toediening daarvan, wordt stilgelegd. Proberen in zo toegankelijk mogelijke termen uit te leggen waarom dat precies het geval is. En dat het niet iets alarmerend is, dat betekent dat het vaccin niet deugt. Ja. Dat betekent dus ook dat je als minister De Jonge niet altijd los moet gaan, kwaad moet worden als die levering van dat specifieke vaccin even 2 weken later is. Ik snap de frustratie. Maar als je dat keer op keer communiceert, dan gaan mensen daar een negatieve associatie bij hebben bij dat vaccin. En denken, en nou is er ook al wat aan de hand met trombose. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Geef mij maar Pfizer vaccin. Ja. Nou, dat soort zaken wil je voorkomen. En dat vraagt dus ook discipline van mensen die ontzettend hard werken, zoals de minister De Jonge.
Maarten, denk je dat we echt iets geleerd hebben? Nou, ik wou er nog wel even op aanvullen. Ja? Ik vind dat dus ook, want het ging hier net met Marion Koopmans en Cecile van Elst ging het ook over de rol van het OMT. Ja. En er werd toen vrij makkelijk overheen gestapt van ja, het OMT die vertrouwelijk vergadert en ja, dat niet notuleert en zo. Rutte in het katshuis. Ja. Dat lijkt me ook heel onverstandig. Ik denk juist dat je, als je draagvlak wil kweken, als je af wil van complotdenken en zo, dan moet je juist mensen meenemen in die afwegingen. Je moet juist open zijn. Je moet juist laten zien van, oké, we hebben voorstanders, we hebben tegenstanders. De een zegt zus, de ander zegt zo. Ja. Dan snappen mensen het weer. Ja. Dus als kabinet laten zien dat er verschillende, en als wetenschappers goed laten zien dat er verschillende meningen zijn. Ja, verschillende visies. Ja, klopt. In oktober heeft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de belangrijkste adviseur van de regering, die heeft gezegd, van kijk, dit is in eerste plaats natuurlijk een medische crisis, maar het is ook in belangrijke mate een gedragscrisis. Het vraagt heel veel aanpassing van ons gedrag en waarschijnlijk heel langdurig. En die kwamen toen met hele 10, 15 hele concrete punten die je na kan volgen. Waaronder onder meer van zorg nou voor dat je gedragsexperts inzet van tekentafel tot en met het katshuisoverleg. Het OMT, met alle respect, echt geweldige wetenschappers, maar het OMT heeft ernaar gekeken en heeft het gewoon geweigerd. Ja. Dat vind ik verontrustend. En dat is niet hoe je als wetenschappers met elkaar omgaat. Ja, precies, met dat was goede reden overigens, maar die reden hoor je dan weer niet. Hè? Dat is een beetje het vervelende. Ja, dus ik heb nu met die modellen bijvoorbeeld. Ik ben nu bezig met dat nakijken van die modellen. Ja. En dan zie je, dat is ook zo'n ding, van als je gewoon naar het RIVM stapt en je vraagt van, ik wil graag jullie modellen zien. Dan dan kan het niet. En ze hebben er hele goede reden voor. Die modellen zijn heel erg vervlochten met hun systemen. En dat is niet zomaar eventjes los te trekken. Nou, dat is allemaal helemaal begrijpelijk. Alleen die achterliggende motivatie, die hoor je nooit. Dus dat wordt ervaren door de maatschappij als een, dat is een net. En juist in deze tijd waarin iedereen zelf wat wil doen om betekenis te geven aan de situatie. Al die thuisrekenaars die zelf met Excel-sheets de getalletjes eruit houden. Die willen juist dat begrijpen. Van kop, waarom kan ik niet zelf die modellen narekenen? Waarom mag dat niet? Ja. En die voelen dat dus echt, ik snap dat volkomen, dat mensen dat ervaren als een soort complot. Ja.